dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. We zijn hier bij een verlaten ziekenhuis. Ik ben hier samen weer met Niels. Hoi. Hey. En er zijn hier volgens mij ook andere mensen, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn. Ik denk dat hier auto's hebben gestaan. Denk ik. Het lijkt me een beetje op een garage. Dat hier die gewoon. Hè? Stinkt hier een wiet, jongen. Oh, dat verwacht ik niet. Zit erboven. We kunnen beter misschien daar even kijken. Oh mensen, we zijn in de kerk. Wow, dit is sick. Wauw. Moet je die fucking mooie ramen zien? Het zit er nog. Ze zitten er nog in. Dat is, had ik niet verwacht eigenlijk. What the fuck. Maar dat gewoon bij een ziekenhuis dit staat. Okay, mensen, zoals jullie kunnen zien, we zijn dus nu in de kerk. En we staan nu waarschijnlijk waar bijvoorbeeld een orgel heeft gestaan. We staan hier van naar boven. En beneden hebben natuurlijk de banken gestaan. Daar stond de priester dan. En wat heel nog bijzonder is. De mooie ramen. Hoe heet dat ook alweer, die ramen? Glas in lood. Ja, glas in lood. Ja, glas in lood. Dat zit er gewoon nog in. Dat is echt fucking... Ja, bijzonder. Want meestal wordt dat allemaal gesloopt. Maar dit keer is het nog vrij heel. Dus dat is wel sick. Holy shit. Holy, raad eens wat ik gevonden heb. De fucking kelder. Daar ga ik niet naar binnen. Ik wel, met die lampjes. Ga je echt niet mee? Ja, dan ga ik wel achter je aan. Ik ga wel maar niet weg. Fucking klein is het van mij, joh. Ja, het is helemaal niks hier. Nee, mensen, hier is verder niet zo heel veel te blijven, zoals we kunnen zien. Dus we gaan weer naar boven. Jalalala. Kun je mensen nog even kijken wat hier te beleven is? Pak een zaklamp bij, maar mijn zaklamp ligt nog in de auto. Er zit al gaten in de grond. Holy shit, dit is goed afgeveegd. Niels? Ja. Even goed kijken waar we staan. Niet zo meteen een gebroken enkel aan huis toe te gaan. What the fuck. Het is wel best wel creepy dit trouwens. Dit zit er wel van verder. Even kijken wat hier nog is. Holy gast, kijk dat bed. Dat ziet er creepy uit. Oh, jezus. Het is hier diep, gast. Kijk eens. Ja, kijk eens. What the fuck. Kijk daar. Hieronder is nog een kelder. Ja, blijkbaar. Maar hoe de fuck komen we? Gast. Ik denk ingestort. Oh ja, hier kan je lopen onder hoor. What the fuck, zien jullie daar mensen? Je ziet misschien niet zo goed. Maar hier zien we nog gewoon een fucking ziekenhuisbed. Ja, het ziet er wel sick uit op zich. Oké, mensen, we zijn weer terug bij dit kerkje in het ziekenhuis. Vanmiddag waren hier allemaal junkies en toen zijn we verder niet aan het exploren geweest. We gaan hier erin, kom Niels, want hier zijn we nog niet geweest. Maar we zijn nu weer terug, de junkies zijn weg. Of junkies, ja, tenminste die lui die hier aan het wiet aan het roken waren, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben benieuwd wat hier verder nog te beleven is. Helemaal hier achter het gebouw staat ook nog een gebouw, als ik het goed zeg. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij wel. Super sick dit trouwens. Ja. Het is weer wel moeilijk donker. Die stoel die ziet er wel moeilijk sick uit. Ja, dit is voor mij best wel een groot gebouw, mensen. Dit is, wat ik op internet kan lezen, is dit een ziekenhuis geweest. Holy shit. Holy. Oh, die struikelen. Hij struikelde aan mijn voet hoor.
Ah, dan met naam is dat ook. Ja, bed. Een ziekenhuisbed. Oh, dat, wow, dat is heel super sick trouwens. Kijk mensen, hier staat nog gewoon zo'n oud verlaten, zo'n oud ziekenhuisbed. Stel je voor dat hier gewoon vroeger mensen op hebben gelegen. Echt, what the fuck, jongen. Super sick dat je dat hier gewoon nog staat. Het nieuws heeft een trap gevonden. Dit is een oude lift geweest, zie ik wel. Ga even kijken boven. Boven zaten die lui ook. Dus ja, misschien dat je daar nog wat de wietgeur ruikt. Ja, wij dan, jullie natuurlijk niet. Er ligt ook mooi wat puin hier trouwens, gast. Zag je dat? Ja, dat is al. Kijk, hier die lift. Ja, oh, jezus. Het is gewoon weg. Ja, ik ruik het ook. Kijk, mijn jezus lift. Dan gaat nog een etage hoger, zeg maar. Huh? Die is dik gat. Ja, dat weet ik niet even. Daar ligt ook gewoon een bed aan het gat. Ja. Hier ook nog een bed dus. Jezus, wat sick. Super awesome. Oké, mensen, hier hebben we nog een bed gevonden. Best wel sick dat hier nog in het verlaten ziekenhuis nog zoveel van die bedden staan. Dit is helemaal kapot. Hier nog een kamertje. Oh gast, die fucking vloer die valt wel een beetje weg. Kamertje. Niels. Ja. Oh, daar ben je. Nog een kamertje. Hier zo'n kamertje. Ik weet niet precies wat hier allemaal is. Oli, nog een bed, gast. Oli, ligt zelf nog een matras, man. Ja. Ja, kijk eens. What the fuck. Ligt hij gewoon zelf nog een matras, mensen. Like, what the hell. Kijk eens, Niels. Ik gewoon nog een matras. Fucking, vond je raar dat je gewoon nog een matras ligt, man? Stel gewoon voor dat mensen daar vroeger op hebben. Oh, die mensen, hebben hier nog een trap gevonden? Ja. Dit ziekenhuis heeft er best nog wel veel details, mensen. Het is best wel mooi om te zien. Hier nog, ja, weet niet wat dat allemaal is. Hier zit een gat in de grond. Ja, dan goed uitkijken, hè. Ja, hier zit inderdaad een gat in de grond. Is hier wat te beleven? Nee, holy, kijk die links, die deur van je. Ja, ja, ja. Holy, kijk dat gat daar. What the fuck, moeilijk eng. Daar zit een gat, mensen. Hier een fucking deur. Best wel sick. Best wel stevig hier ook gewoon. Best wel... Nee, niks. Best wel sick locatie dit, mensen. Zeker weten. Kijk, dit is zo'n rugleuning van de rolstoel. Dat zou best kunnen, ja. Ik zou het niet weten, maar ik ben benieuwd wat achter die deur. Nou, ik maak hem open. Oh, een raampje. Nou, hier is verder niet zoveel te blijven, mensen. Er liggen al wat matrassen. Raampje en... Ja, ga gewoon verder door. Is verder niks te beleven. Niks bijzonders in ieder geval. Ja, dit is echt een rolstoel. Kijk, hier heb je dat been op eigenlijk. Klopt, wow. Dus dat is die rugleuning. What the fuck, mensen. Er liggen gewoon onderdelen van een rolstoel. Best wel sick, hoor. Oeh, nog een bed, mensen. Super sick, hoor. Ja, I like it. Ik weet niet, ik vind het best wel een vette locatie, mensen. Best wel... Hè? Weet je dat? Moet je daar maar. Ja, kom maar naar. Holy! Hier staan nog gewoon nog twee flessen. Best wel sick. Ja, kijk eens. Twee flessen. Vis. Niofaka. Of zoiets. Sick. Mensen. Holy, what the fuck. Mooie painting hier trouwens. Holy, nog een bed hier. Holy kast. Kijk eens, ben je hier wel geweest? Fuck is dit? Fucking wc erachter. Dat denk ik een douche, dus denk ik een kamertje. Hearing me. Peco love you. Fucking kam ligt er nog in. What the fuck? Zien jullie daar mensen? En dan gaan een kam in. What the fuck man? Wat ligt daarachter? Hier ligt nog wat achter. Flessen. Nee, een bordje. Oh.
flessen. Oh, echt? Ja, oh, hier zijn flessen. Daarachter ligt nog helemaal een bordje. Ga zo, wat is dit? Ja, dat is een paal. Maar die painting is best wel sick. Ja. En dit bed, dat ziet er ook nog wel redelijk uit. Holy, allemaal kasten hier. Het ziet er wel fucking sick uit. Nog even een matras. Nou jongens, lekker slapen. Als je een matras wil, dan bel je maar. Dan geef ik je de locatie. Kun je met... Oh jezus, we kunnen maar rechts toe. Hier, valt ja? Met z'n hier gezeten, ja. Zou best kunnen. Hey, Urbex. Ja. Sick man, die tafel. Holy, gast. Daar ga ik niet naar boven, dat geloof ik niet. Waarschijnlijk ga je dan naar dat gangetje heen, zeg maar. Ja. Monster natuurlijk. Oh, een bakka. Jezus, er zat wel nog een glas. Daar. Wat een glas. Oh, dit is wel super sick. Een taaltje, dat ziet er ook nog gewoon goed uit. En hier kan je dus naar boven. Maar ik denk dat je dan, als je door dat kleine gaatje komt, dat je hieruit komt. Ik denk het was, weet je bijna wel zeker. En een robotras. Oké, awesome, awesome. Urbex, Charba, RV, Nazi. Er staat van alles op. Ik weet niet precies wat er allemaal op staat. Maar heel sick. Zeker weten. Mensen, we gaan nog hierheen. Hier heb ik nog van alles. Holy. Ja, het is allemaal wel kapot in hem. Ik weet niet of... Kan dat dan rechts of niet? Ja. Dat is een wc'tje? Of zie ik het verkeerd? Ja, een wc. Ja, niet zoveel bijzonders. Ja. Nou, hier is ook nog een kamer mensen, maar ja, halve plafond, dat ligt er zo wat uit. Holy, dit is echt, voor mij ben je, zit je nou in het andere gaan bouwen, heb ik het idee. Ja, denk ik ook. Holy. Je doorloopt, zeg maar. Holy, allemaal dan bedden hier. Wc, bad, douche. Geen bad van mij. Nee, geen bad. Sorry, ik zei het verkeerd, mensen. Holy. Dat ziet er super sick uit. Hier nog weer een bed, mensen. Nou ja, hier nog een... Zou ik ook in de badkamer geweest. Maar hier, hier staat best nog iets leuks. Kijk. Een mooie kast. Een fucking stoel. En nog best wel een mooi bed. Het ziet er sick uit. Weer een fles, van hetzelfde spul. Zit er nog in? Ja, nou, je gaat niet opdrinken. Holy gast, fucking. Oh, wow, deze kamer ziet er super sick uit. Ja. Vind je die fucking oude reiskoffer? Ik weet het niet, ziet er wel sick uit. Ja, moet je kijken, die fucking koffer en die stoel. Die stoel ziet er gewoon nog moeilijk netjes uit. Ja. En even een plantje, what the fuck. Het ziet er wel grappig uit. Oké, mensen, we staan nu weer op de benedenetage. En ja, ook heel kijk dat pad. Dat is best wel sick. Het bad ziet er nou wel, ja, niet gesloopt, dus er ligt alleen maar puin in. Het ziet er wel fucking sick uit. Dit is best wel een leuke locatie. Heel veel gesloopt. Maar toch ook nog wel details, zoals ziekenhuisbedden en... Ja, weet niet. Dan nog wel wat kleine detailtjes die het allemaal wel leuk zijn. Je kunt niet sleutels en zo gaan. Kijk, ik heb allemaal een meter kast. Ik weet niet wat het is. Oh, het staat op 1, 2, 3, 4. Ik weet niet. Ik weet niet wat dit geweest is. Beetje een raar dingetje. Holy, deze kast bedoel je? Ja. Ja, dat is wel sick. Zullen we gewoon weer een fles drinken? Of een, ja, een flesje inderdaad. Sick, sick. Leuke dingetjes. Nou, ja, dus twee aparte video's. Waar ik dus één video van maak, mensen. Ja, zoals ik zei, die junkies waren. Ja, je weet nooit wat die lui doen. Dus veiligheid boven alles, natuurlijk. Oh, gast. I see the fear inside your eyes. I see the pain in your smile. I can finally see you now.